De afgelopen periode hebben verschillende vliegmaatschappijen, zoals American Airlines, interesse getoond om de vliegroute tussen Georgetown en Miami te onderhouden. Op dit moment is de SLM de enige vliegmaatschappij die rechtstreeks vliegt vanuit Georgetown naar Miami. Judith Redmond, waarnemend directeur van de SLM, verwacht geen tegenslagen op deze route, omdat de Guyanezen zeer tevreden zijn over de service van de SLM. Directielid Clyde Cairo geeft aan dat de SLM genoeg tools in huis heeft om te concurreren, omdat ze al bekend is met deze concurrentie van American Airlines op de route Aruba-Miami. Wij hebben voor wat betreft de route Guyana, voornamelijk als het gaat om het stukje Miami, hebben we hele goede reviews vanuit het Guyanese publiek, die heel graag met ons reist. Op andere airlines, ik noem de namen niet, ervaren ze soms wat arrogantie. Dus wat we hebben gezien, dat het Guyanese publiek best wel trouw is aan de SLM. Dus ik verwacht op dat stuk niet te veel tegenslagen. Toch is het zo dat als het gaat om concurrentie, dat we keen zijn en toch alles met alles rekening houden. Kan ik even erop ingaan? Ik bedoel ook te zeggen vanuit Guyana heb je bijvoorbeeld, er zijn veel mensen die naar New York willen gaan vanuit Guyana, heb je SLM ook daaraan gedacht of om te kijken van waar zitten de Guyanese en waar is er behoefte aan dat de SLM vanuit Guyana kan opereren naar die bestemmingen? Kijk, natuurlijk doen we heel veel studies. Feit is wel, we hebben 2 vliegtuigen die we goed moeten inzetten met rendement. Dus waar we ook naar kijken is, uiteindelijk gaat het om rendement. Maar stel me toe een aanvulling te doen. De eerste, bij het concurreren, let je niet alleen maar op de prijs, maar ook op je product. Dat is ook een van de redenen waarom we naar de next generation zijn gegaan. De 737-700 is eigenlijk een nieuwere versie van wat wij al vlogen, de 737-300. Dus de oude versie noemen wij de classic, dit noemen we next generation. Waarom de next generation? Je kan er verder mee vliegen, zo langer bereik. Konden wij voorheen Georgetown, New York of Georgetown, Toronto niet aandoen met de 300. Met deze machine kunnen we dat aandoen. Dus we hebben een stukje tool bij om langer te vliegen. En tweede is het fuel efficiënter. Hij is 10% fuel efficiënter dan de 300. Dus je kan beter competen met die machine. Hij is natuurlijk duurder in lease, maar je hebt ook een beter product. Een ander verschil is dat er in-flight entertainment is aan boord van deze machine vergeleken met die andere. We vliegen op verschillende destinaties en op alle destinaties hebben we competition. Op allemaal. Naar Brazilië hebben we Gol, dat is ook een grote boy. Je zegt American Airlines, maar tussen Aruba en Miami vlieg ik al in competition met American Airlines. Dus het is een bekende concurrent voor ons. Natuurlijk, we gaan erop moeten letten wat die jongens doen, want ze zijn big boys. Maar ik denk dat we genoeg tools in huis hebben om die competition aan te gaan.